Bethilde zat al daar al een jaar toen. En zij speelde al een jaar in Groep Jorom. En Bergen is haar zus op gaan zoeken. En zij was daar nog maar 2 dagen. En zij is toen opgepakt samen met andere leden van Groep Jorom. Met 11 personen. En zij is toen, zijn toen mishandeld. En Bergen die was helemaal kaal, zoals wij hier ook op de foto zien. Mm. Echt helemaal de voor... Ja. Ja. Hopelijke aard eruit getrokken. Ja, wat wij ook op het scherm zien. Mm. En zij is mishandeld. Alleen omdat zij op het media kwam dat zij mishandeld werd. En daardoor is zij voor 19 maanden lang opgepakt. Wow. En in die 19 maanden lang... Zij hebben het ook gezegd tegen haar, duidelijk gezegd... als jij het land niet gaat verlaten, dan pakken we je op. Zonder enige redenen, omdat zij mediatiek was... en dat zij heeft laten horen dat zij mishandeld werd. Ja, ja. Nou, dat is de grote droom van Bethilde om in de muziekgroep Groep Jorom terecht te komen. In 2016 kreeg ze eindelijk de kans om zich erbij aan te sluiten. Ja, het is geen poeseraaien, om het zo te noemen. Het is protestmuziek, dat zal in de teksten liggen. Ja. Maar wat voor muziek maken ze eigenlijk? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Waar tegen protesteren ze? Tegen het regime, tegen het kapitalisme in Turkije. Dat maar al 35 jaar lang? Al 35 jaar lang. En Bergen en Bethilde is niet de eerste die opgepakt zijn. En al 35 jaar worden ze opgepakt en... ze worden weer vrijgelaten. Maar 35 jaar gaat de muziekgroep door. Ja, maar de Turkse overheid zegt dat deze band banden heeft met terroristische organisaties. Heeft Bethilde dan niet gewoon een beetje te licht opgevat om in die band te willen gaan spelen? Nou, ik denk dan wist ze toch waar ze aan begon? Ja, ze wist het wel. Alle risico's heeft zij het ook ondernomen. Ja. En band heeft al 35 jaar risico's, wat ik ook net zei. Ja. En Bethilde wist het natuurlijk wel wat er aan de hand was en hoe het daar liep. Maar en zo. Zou je dan niet als moeder dan zeggen van... schat, is leuk dat jij in een bandje wil spelen met je dwarsfluit... maar ga dat even lekker in Nederland doen en niet daar in die band? Nee, want Groep Jorom is een grote band... die al miljoenen mensen bij elkaar opstapelt... publiek als aan het optreden zijn. Mm-hmm. En dat was een grote kans voor Bethilde natuurlijk, hele grote kans. En als moeder ben ik daar trots op, dat zij in zo'n band mag spelen.